Ik heb daarover gedroomd. Ik heb andere chefs op de voet gevolgd. En ineens hoorde ik daarbij. Wij hadden een restaurantje in een keldertje met piepende stoelen. En wij kregen een ster. Daar wilde Michelin wat mee zeggen. Passie, ja, dat is met de paplepel ingegoten. Ik vind dat je ergens een stip op de horizon moet zetten waar je naartoe werkt. Want anders ga je gewoon achteruit. Doorgaan, doorzetten. Eigenlijk is het ook geen sterretje, het is een ster, hè. Kom op, hè. Ik ben Jonny Boer van de Liberij in Zwolle. Dit is mijn vrouw Therese, die zeker 50% van het succes is. En we hadden onze eerste Michelinster in 1993, de tweede in 1999 en de derde in 2004. Dus die hebben we al een jaar of 16, 17. Kom je al, ja, 19,5 punt. En Zwolle is eigenlijk, het is geen dorp, het is een stad. Maar het is geen Giethoorn, het is geen Amsterdam. Het is van alles een beetje. Hier was echt wat ik nodig had om een eigen keuken te bouwen. Want dat is wat wij wilden. Wij wilden gewoon niet zijn zoals anderen. Wij wilden echt vooral regionaal. Ik rij een kwartier en ik ben op de Veluwe. Dus heb je wild, maar ook paddenstoelen, alles. En ik rij een kwartier, 20 minuten naar Giethoorn. Dan heb ik het water, dan kan ik al mijn spullen daar halen. Nederland had toen alleen maar restaurants die Frans kookten. Nederland had alleen maar restaurants die Frans wilden zijn. En ik had zoiets van, ik wil op het platteland, wil ik laten zien. Ik had al wat voorbeelden hoe je met je eigen producten gewoon misschien wat leuks kon bouwen. Dus ik ben gaan solliciteren bij de Liberijen. Die had geen ster, was niet bekend. Maar daar hadden ze wel een eigenaar die een klein beetje met die dingen bezig was. Dus ik zag een kans. We waren toen nog niet samen. Ik werkte hier, ik denk, 2 jaar... onder de eigenaar van toen. En werd toen ook al gelijk chef-kok hier, heel jong. Ik was geloof ik 21 of misschien 20. En toen zag ik haar bij de bushalte staan. Toen dacht ik, die is voor mij. Toen wij de zaak hadden overgenomen, toen was ik toen nog echt best wel heel jong. Ik kwam net van school af, maar wel heel ambitieus. En die periode was het ook heel erg dat de chefs heel erg in opkomst waren. En Jonny heeft eigenlijk altijd gezegd van, ik doe dit niet alleen, ik kan het ook niet alleen en we doen het samen en ze werkte net zo hard volgens mij. Dus hij heeft mij ook altijd naast hem gezet en ja, dat vond ik natuurlijk echt superleuk. Maar dat is wel daardoor we nu echt wel meer echt als koppel bekend zijn. De Liberij zit nu in een vrouwengevangenis. Het restaurant zit hier nu 5 jaar. Daarvoor hebben wij al de kamers gemaakt. We hebben 19 kamers. We hebben een glazen dak erop gegooid, want het was eerst open. Maar we hebben het glazen dak erop gegooid. En we hebben ons restaurant op de binnenplaats van de gevangenis gemaakt. Ik kom uit Giethoorn en dat is het dorp met alleen maar water. Boerderijtje water, boerderijtje water en daar ben ik opgegroeid. Dus eigenlijk, Tarzan is opgegroeid met de aap en ik ben opgegroeid met de zoetwatervis. Daarom vind ik het ook leuk als alle gasten in mijn bedrijf die hier binnenkomen, dat we die kunnen verrassen met iets van mijn roots. En dat is in dit geval is dat zoetwaterzooi. Daar gaat een klein beetje vocht van waterkers in. Waterkers, dat groeit natuurlijk ook heel veel bij ons in dat dorp. Een klein beetje appel met paling. Dit is een beetje schuim van ei. Dan hebben we natuurlijk een stukje gelakte paling. Paling kopen wij van een visser van het Sneekermeer. En die palingen, dat doet hij al sinds 20 jaar. Doet hij de paling doet hij terugzetten. Wat hij vangt, zet hij ook terug. Dan hebben we een stukje snoek met rivierkreeft. Rivierkreeften zijn natuurlijk in al onze zoetwaterplekken ook een beetje een plaag aan het worden. Dan een bouillon van de rivierkreeften. Dan een hele speciale. Dit is een blauwe zwemkrab. En blauwe zwemkrabben kwamen aanvankelijk niet voor in Europa. Maar die zijn 100 jaar geleden zijn die meegekomen met schepen uit Amerika. Zo heb je ook de Chinese wolhandkrab.
die is al 300 jaar in ons land. En dat zijn beesten die horen hier eigenlijk gewoon. En deze worden nu heel veel gevangen hier. En dus werken wij er ook mee. Een klein beetje crème van de krab. En een heel klein broodje. Een heel klein pizzaatje, zeg maar. En een klein beetje vlees van de krab. Het is allemaal maar heel klein. Maar het is ook een beetje bedacht als happy bij binnenkomst. Het is een ode aan mijn roots. Ik vind dat je als je kok bent, als je chef bent, dan moet je ook iets kunnen laten zien van waar je vandaan komt. Klein beetje venkel. Dan hebben we een crème van jeneverbes. Ja, dat is een crème van snoek. En nu is het klaar om te presenteren. Ik ben opgegroeid midden in de natuur. Met vissen, met jagen, eieren zoeken. Dat was toen allemaal nog. Hè? En als je daar dan mee opgegroeid bent, dan weet je daar ook heel veel van. Dus, en dat komt mij nu heel erg van pas. De afgelopen 20 jaar heeft mij dat heel erg geholpen met de ontwikkeling van mijn type keuken. En in het begin was het heel moeilijk. Want als ik vertelde tegen mijn collega-chefs, ja, ik rij elke maandag met twee lammetjes achter in de Opel Kadett naar het slachthuis, dan lachten ze me gewoon uit. Ik had 20, 22 jaar geleden had ik al een groentekast waar ik mijn eigen spul. Nou, dat heb nu iedereen. Ik was toen al met fermentatie bezig. Ik had kombucha zwammen. Ik was al met fermentatie van koolsoorten bezig. Ja, het is eigenlijk niet zoveel veranderd. Het is alleen veel verfijnder geworden. En inderdaad, dat is nu is fermenteren en eigen kas en dat soort dingen. Lokaal is nu allemaal heel erg hot. Of ik dat erg vind, daar ben ik juist heel blij van. Omdat ik vind dat dat is de toekomst. De toekomst is niet een boontje uit Kenia halen of een visje ergens uit Afrika halen. Nee, de toekomst is zo dicht mogelijk bij jezelf. Thank you. Kijk, wat we gedaan hebben, is de koppen van de snoekbaars. Die hebben we eerst geroosterd. Daarna hebben we de wangetjes weggesneden. En daarna steken we de jeneverbestakken, die steken wij kort aan. Dan laten we het 1,5 minuut op tafel staan. Dat het dan nog een beetje op tafel rookt. En dan denken die gasten, die denken, wat is dit? En dan kom ik dus aan tafel en dan leg ik uit. De hartelijke groetjes uit mijn geboortedorpje. De man op de foto, dat is mijn opa, mijn grootvader. En die was zoetwatervisser. En dat is iets wat je eigenlijk niet meer ziet in dat dorp. Eigenlijk nergens meer in Nederland. Maar toen ik een klein jochie was, zag ik dat wel. Dus ik heb bedacht dat we een soort ode brengen aan de zoetwatervisser. En echt een signatuurdish van de liberijen tegenwoordig. Zoetwaterzooi. Als je meer dan 30 jaar zo'n bedrijf hebt, dan verandert je positie verandert ook heel erg. Maar die moet ook veranderen. Ik ken chefs die staan, 30 jaar geleden staan ze in de keuken nog makreel schoon te maken. En dan staan ze nu nog. Maar dan laat je namelijk niet de ruimte voor je jongens. Uiteindelijk bepalen wij wat er op de kaart komt. Uiteindelijk, bijna alle gerechten die we doen, zijn zo goed als van mijn hand nog. Maar eigenlijk doen we het steeds meer samen. Omdat je maakt ze zoals je zelf bent. Je besmet ze met het soort libreienvirus. En als je dat voor elkaar hebt, dan is er ook rust. Dan kun je naar je kinderen toe. En dan kun je ook gewoon rustig in een hoekje gaan zitten en een nieuw gerecht bedenken. Mijn naam is Nelson Tonaten, chef-kok hier van restaurant De Libreien. Nu al ruim 10 jaar. Het gerechtje wat we voor jullie gaan maken zijn langoustines. Het is echt een signatuurgerecht van ons. Een gerecht die we eigenlijk al altijd in de menu serveren en ook altijd ceviche bereid. Door middel van kombucha, wat we hier zien. Oké, de eerste bereiding is dat we die langoustines pellen en voor ongeveer 12 uur pekelen. Nou, dan krijgen ze een mooie body en worden ze wat steviger van. En vervolgens doen we die langoustines geraren in kombucha voor zo'n 2 tot 2,5 uur. Na 2,5 uur zijn de langoustines gegaard. Wat je ook heel mooi kunt zien is dat de buitenkant alleen de garing heeft gepakt en binnenin is die nog rauw. Vervolgens doen we hem aan één kant branden.
om toch de roostersmaak aan de langoustines te geven. Wat ik het allerbelangrijkste vind, natuurlijk moeten mensen smaak hebben, maar je kan ze leren proeven. Natuurlijk moeten mensen creativiteit hebben. Tot een bepaalde hoogte kun je creativiteit ook kun je ze meegeven. Maar wat je ze eigenlijk niet mee kan geven, is of ze van origine eerlijke, nette, mooie mensen zijn. En dat vind ik belangrijk. Ik wil geen schreeuwers, ik wil geen acteurs, ik wil gewoon eerlijke mensen die eerlijk kok willen worden, die zich geven voor het vak, die zich geven voor ons. En als je dat doet als mens, dan krijg je het ook allemaal terug. Dan komt dat ook bij jou terug. En dat zie je heel goed aan Nelson. Ik ben hier dan al zeker 10 jaar aan het werk. En ja, Johnny als baas, ja, ik noem hem nooit echt een baas. Hij is gewoon een chef die altijd gewoon zichzelf blijft. En ook echt gewoon dicht bij zichzelf blijft, zowel in koken als persoon. Ik denk dat om daar ook zo lang vooral met elkaar. Dus, ja. In die 30 jaar hebben wij eigenlijk 3 chefs gehad die voor mij heel belangrijk geweest zijn. En Nelson is er nu ook alweer 10 jaar. En de jongens die daar achter zitten zijn er ook alweer 7, 6, 8 jaar. Dus het is, je bouwt een soort harde ketting op die bijna niet kapot te krijgen is. Het gerechtje serveren wij met een salade van kousenband. Kousenband is eigenlijk een boonsoort die erg lang is. Heel vaak wordt gebruikt in curry's. Hier hebben we een krokant van gemaakt. Dus hebben we eigenlijk mooi gevlochten. En van alle afsnijders hebben we het sap gemaakt. Dat serveren we later erbij. Maar eerst gaan we de salade opbouwen. We beginnen met een crème van bumbu. Bumbu is een specerijenmengsel. Die als basis wordt gebruikt in heel veel Indonesische keukens. Ja, die Indonesische komt door mijn vader, komt van de Molukken, ten zuiden van Indonesië. Dus ja, eigenlijk een beetje die referentie naar de vroeger, dat probeer altijd wel een beetje mee te nemen. Oké, dan hebben we hier uitjes die we hebben ingemaakt in geelwortel. Kurkuma. Oké, dan hebben we hier klein beetje bloemen of toppen van de gember. Die een klein beetje hebben ingemaakt. Ja, dat inmakelen en pekelen, dat is wel echt een ding wat we al echt een hele lange tijd doen. Het is echt voor meer concentratie in de smaak, maar wel behoud van structuur. Dus dat het niet slap wordt. Dan komen we met zonnebloempitjes die we kort hebben gekookt in suikerwater. En daarna gepoft en aangemaakt met een poeder van tomaat. Dus gedroogde schillen van de tomaat. Een zonnebloempitje heeft hier een bereiding nodig voordat die perfect echt perfect is. Dus niet een beetje perfect, maar echt perfect is. Maar zo is het ook met het krabbetje. Zo is het ook met de bouillon. Alles wat je ziet is heel bewerkelijk. Alleen als het op tafel staat, dan is in één keer is het niet meer 500 ingrediënten en dat je niet meer weet wat je proeft. Ik wil graag dat je dan, als je dat opeet, dat je dan denkt, oh, dat zonnebloempitje. En dat is wat ik koken vind. Ik vind, je moet proeven wat je voorgeschoteld krijgt. Daarop komt nog een klein beetje extra poeder van tomaat. Dan komt er een crème bij van de schillen van de limoen. Eigenlijk is dit ongeveer, dit kleine flesje is ongeveer een half kistje van limoenen. Die schillen we allemaal, maar er mag echt alleen het groen erin bij zitten. Dus het wit moet er allemaal af, want anders wordt het bitter. Die koken we voor 5 keer op en dan doordraaien in de blender. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon puur alleen maar de schil van de limoen. Hele krachtige smaak, ja. Op die crème van die limoen, die aangemaakte kousenband. Dan maken we het af met kruiden die onze chef Johnny zelf allemaal kweekt. Dit zijn linzen. Linzen die hij doet weken en dan eigenlijk opkweken zo, tot deze grootte. Ja, Johnny is altijd heel erg bezig met de natuur en met groeien en hoe de natuur zich ontwikkelt. En dat probeert hij altijd zo dicht mogelijk bij zich te houden. En vandaar ook deze kruiden. Die behandelen wij met extra liefde, ja, zeker weten. Als we dat niet doen, dan pak slaaf van de chef. Mm-hmm.
Oké, en dan als laatste een klein beetje zuring. We gaan het bordje opmaken. We hebben hier dus de gebrande langoustine. Daar overeen komt een dressing van kombucha met tomaat. Plaatsen we in het midden van het bord. Daarbij het sap van kousenband. Dus puur alleen maar gekookte kousenband die we hebben gesapt. Klein beetje fris hebben gemaakt met limoen. Daarin een olie gemaakt van Laos. Dus een Indonesische gemberwortel. Dan een olie gemaakt van rode peper. En de olie van limoenblad. Dit gerechtje is vrij complex, maar wordt ook geserveerd in het begin van het menu. En vinden we altijd wel leuk om mensen een beetje te verrassen in een smaakbommetje. Dit is onze langoustine. Ceviche bereid. Geniet ervan. Mijn rol is naast natuurlijk vrouw zijn van Jonny, wat ik al 30 jaar heel graag doe. Ben ik hier sommelier en ik ben gastvrouw. En dat vind ik beide heel erg leuk. En het is ook heel goed dat wij die scheiding hebben. Omdat ik niet bij hem in de keuken sta en hij niet bij mij in het restaurant. Qua wijnkaart ook, we hebben echt een grote wijnkaart. Ik heb inmiddels twee sommeliers ook in dienst. Waar wij met z'n drieën gewoon ook de wijnkaart maken. Ja, we hebben heel veel wijn in huis. Ja, en we hebben inderdaad, we hebben zelfs een eigen wijngaard. Dus dat is heel leuk. En daar komt ook mijn kus vandaan. Die wijngaard ligt in Gelderslaren, in Lochem. Dat is ongeveer 40 kilometer hier bij ons vandaan, richting de Duitse grens. En dat is echt een Nederlandse wijn. Nou, als jij 15 jaar geleden tegen mensen zou zeggen van een Nederlandse wijn, kan dat nou echt goed worden? Dan zou iedereen zeggen, je hebt een gaatje in je kop. Maar hier kun je aan zien dat dat dus wel mogelijk is. Ja, hoe moet ik dat omschrijven? De wijn is op het moment zo eigenlijk zoals zij is. Lekker. Okay, ons laatste gerecht is een gerecht met Hollandse eend. We werken natuurlijk graag met alleen maar producten hier uit de regio. Normaal gesproken gaan deze eenden altijd naar het buitenland toe. Dus overal naar Japan, naar China, de welbekende Peking eend. En daar gaan we een gerecht mee maken. Ik weet dat hier in de buurt, op de Veluwe, daar staan heel veel eendenboerderijen. Daar staan er ook een heleboel die heel massaal zijn. Maar er staan ook kleinere boeren die een heel mooi product maken. Daar ben ik jaren mee bezig geweest om dat in mijn keuken te krijgen. En dit is me eigenlijk pas een jaar geleden gelukt. En ja, dan zou je hem weer kunnen snijden zoals iedereen zijn eendje snijdt. En dat heb ik nog net niet gedaan. De eenden komen dus vers bij ons binnen. En wat we dan doen is, we dippen hem kort in water met azijn. We doen dit om het huidje strak te krijgen en om de eerste bacteriën te verwijderen. Het huidje komt mooi strak te staan. Na het dippen hangen we ze eerst in de droogkast voor 2 tot 3 dagen. Ja, dat die klein beetje ingedroogd is. En vervolgens vullen we de eenderen met hooi. Het is een speciaal hooi waar extra bloemen in zitten. Dus paardenbloemen, brandnetels voor de mooie aroma. Ja, ook zelfs het hooi is van een lokale boer. Jonny woont natuurlijk geen normaal hooi wat je in de dierenzaak kunt halen. Het is echt een hooi dus met echt veel meer bloemen, veel meer power. Ja, en een boer was bereid om dit voor ons te doen. Lokale producten is echt heel erg belangrijk voor liberijen. Ook echt typerend aan liberijen. Ja. Dan de volgende stap is dat we het huidje dichtmaken. Zodat de hooi er niet uitgaat. En de volgende stap is dat we hem gaan dippen in paraffine. Paraffine is een natuurlijke vetlaag, waardoor we ook verder kunnen rijpen en het rooi smaak mooi in het vlees gaat. Ja, dit zijn wel bekende kooktechnieken, maar niet bij de eend.
Alleen je zoekt natuurlijk altijd naar perfectie. En zou je dit niet doen en je zou het alleen maar indrogen, dan heb je eigenlijk alleen indrogen, maar geen smaak. En dan hangen ze op in onze rijmixkast. Op een gegeven moment, je hebt producten en ja, daar werken we al 30 jaar mee. Maar hij kan iedere keer weer van een, ik noem bijvoorbeeld kabeljauw. Daar kan hij toch iedere keer weer een nieuwe creatie van maken. Met mooie smaken, met goede smaken, want dat is ook echt wel zijn kwaliteit. De smaken, zijn smaken zijn altijd heel mooi, maar ook heel puur. Nooit te veel, maar altijd puur, altijd echt. Dus als je zegt, ik proef bloemkool, dan proef je het ook echt. En ik denk dat dat in veel keukens nog wel eens ontbreekt. Maar het is in zijn keuken echt, echt heel goed. En gewoon zijn creativiteit. Dus altijd weer, al 30 jaar lang, iedere keer weer iets nieuws bedenken. Weer met een mooi kruid komen. Weer met een bijzondere smaakcombinatie. Van je denkt van, oh, hoe komt hij daar nou weer op dat hij dat zo gecombineerd heeft? En dat is denk ik echt zijn kracht. Dank je. Na die 5 tot 8 dagen dat hij eend heeft gerijpt in paraffine, halen we die vetlaag van de paraffine halen we eraf. En dan braden we hem eigenlijk gewoon klassiek in de oven. Hier zitten de twee filets van de eend. Maar we halen eerst de hele bovenkap eraf. En vervolgens snijden we hem als een T-bone. Dus we snijden door het karkas heen. Hier heeft dus al het hooi gezeten. Oké, dan hebben we hier dus echt alleen maar de zadel van de eend. En dan gaan we nu dus in plaats van horizontaal, verticaal op het karkas snijden. Nou, dit doen we zo omdat hier het meeste smaak van de hooi zit. Omdat hier natuurlijk het hooi heeft gezeten. En ze ook heel goed het verschil kunt proeven van de sterkheid van de hooi, van onder naar beneden. Wat we hier dan zien is een T-bone van eend. Met hier de haasjes die het meest intense smaak heeft van die hooi. Dat hier de hooi heeft gezeten. En hier twee stukken van de filet. Wij waren een restaurantje. En dat restaurantje hadden we net overgenomen van meneer Meijers. En dat restaurantje had stoelen. Die kraakten allemaal. En die had tafellinnen. Dat was bijna allemaal kapot. Ja. Maar we hadden gewoon geen geld. Omdat we het net overgenomen hadden. Dus we moesten eerst wat verdienen. En toen kwamen de sterren die kwamen uit en ik was op cursus. Ik was ergens op een cursus. Jij was op een leermeestercursus. Op een leermeestercursus, ja. Waar jij die leermeestercursus had, daar heb ik naartoe gebeld. En toen zegt ze, je hebt een ster, zegt ze. Ja. Ik zeg, oh. Ik zeg, maar waar staat dat in dan? Toen zegt ze, ja, maar je bent net gebeld door het AD of door de Telegraaf. Ja, dat weet ik ook niet meer. Dus, en ze komen nu foto's maken, dus je moet hier naartoe komen. En ik denk dat ik wel. Ik had een BMW die had de top van 210. En dat heb ik ook helemaal gehaald, de hele weg. Ik ben hier gelijk naartoe gescheurd. En toen was het ook zo. Ja. Eigenlijk was het best wel heel apart. Zo'n simpel restaurant. Want in Nederland had je toen nog. Ja, echt grote huizen hadden een ster. Of misschien wel twee, maar daar waren er ook maar weinig van. En wij hadden een restaurantje in een keldertje. Met piepende stoelen. Met twee bestekjes in de gids. En wij kregen een ster. En daar wilde Michelin wat mee zeggen. Daar wilde Michelin echt wat mee zeggen. Dat was voor Nederland was dat ook goed. Nederland was ook zo. Was er ook aan toe. Weet, er waren een aantal mensen die leuk aan het koken waren met regionale dingen. En langzaam groeide dat ook. Uiteindelijk wil ik niet bezig zijn met 3 sterren of met Gomio of met de Best 50. Daar wil ik niet mee bezig zijn. Je begint een restaurant omdat je gasten wil verwennen. En natuurlijk, als jij gasten verwent en je krijgt 3 sterren, krijg je nog meer gasten. Dus ik ben ook niet gek, maar ik ga niet mijn... Als morgen Michelin tegen mij zou zeggen van... jij moet het helemaal anders doen, want anders krijg je geen 3 sterren meer. Dan zou ik dat niet doen. Want dit is de Libraïe, dit is wat wij zijn. Hier de eend die we hebben gesneden als een soort van T-bone. Hier kun je ook goed de T omdraaien, de T van de T-bone. Wat we doen is het huidje aan de bovenkant lakken we in met een sterke lak van eend. Die we hebben geparfumeerd ook met hetzelfde hooi.
En die dippen we dan in een crunch van granen en zaden. Natuurlijk ook het voer van de eenden. Dan serveren wij daarbij een ui die we ingemaakt in rode wijnazijn. Die vullen we met een stoof van de maagjes. Dus zoveel mogelijk van de eend wordt gebruikt. Dan hebben we hier het hartje van de eend. Krokant gebakken tongetje van de eend. En dit combineren we dus met bleekselderij. Hier eerst het wit van de bleekselder. En van het groen maken we de gefermenteerde bleekselderijsap. Die we op de manier maken zoals kimchi. Dus kimchi is eigenlijk vergisten van kolen. Wij doen dat met sap van kolen. Dus de kolen sappen we, mengen we met bleekselderijsap. En dan zetten we op als een echte kimchi. Dus met veel ui, met veel knoflook, gember en oesters om te fermenteren. Ja. Dan hebben we hier nog een klein beetje zoet-zure bleekselderij. Dan hebben we hier opgeblazen rozijnen. Die hebben we opgeblazen in Hollandse jenever. Oké, dan een klein beetje klaverzuring. En we maken het af met een poeder van het groen van zelden. We lakken ook de huid een klein beetje in met de jus. Dan plaatsen we die voor de salade. Dan doen we een klein beetje jus bij. Het gerechtje is klaar. Onze eend die we aan tafel afmaken met sap van gefermenteerde bleekselderij. En een schuim, een crème gemaakt van... Je moet dit vak ook niet uitoefenen met de gedachte... over 10 jaar wil ik daar staan. Dat hebben wij eigenlijk nooit gedaan. We hebben altijd gedaan, we gaan. Ja. En we zien wel. Ja. Elke trede die we kunnen pakken, die pakken we. Ja. En niet zeggen van die trede pakken we en ik wil daar zijn. Wij hebben eigenlijk onze weg van de sterren bijvoorbeeld nooit zo bedacht. Wij zijn echt dat restaurantje begonnen met 200.000 euro gulden schuld. En voor de rest hadden we echt helemaal niks. Ja, en we hebben gewoon gezegd, we vinden het gewoon leuk om een restaurant te hebben. We vinden het fijn om gasten te verwennen. En we willen mooi koken en we willen mooi bedienen. En zo zijn we eraan begonnen. En ik denk dat we daar zo ook mee gaan stoppen. Gewoon lekker gasten verwennen. Dat is toch wel het allermooiste en het leukste wat wij willen doen.